is altijd, dat is het slachtoffer altijd. Dan had ik beter mijn dingen van in de auto meegebracht. Ja. Dat kon je op de tafel zo plakken. Welkom allemaal, welkom, welkom. Hey Cindy, hey, welkom allemaal, welkom, welkom. Ik ga maar eens ik ga even buiten meevolgen. Dat is goed. Komt moderator. Ik ga even roken, roken ga ik. We hebben het bakje trouwens gevonden. Wij zijn aan de voetbal aan het kijken. Nu moeten ze nog een goal maken. Ik ga even de camera bij mij zetten. Want als we zo'n ding gaan doen, willen we ook op de vlog hebben, mensen. Dat weten jullie niet. Dus dan gaan we dat ook doen. Dat ding dat draait echt alle kanten uit, behalve... even veranderen. Zo. Kom aan, hij maakt een goal. Kunnen we naar rust? Nee, dat is een grapje, hè. Zo. Yo, yo, yo. Zo, man, alles goed met jou? Ik ben heel blij. Ik had echt totaal niet verwacht. Echt, dat is echt zo, dat is echt een grote droom. En dat gebeurt dan. En fantastisch eigenlijk. Hè. Waar is Elga? Elga is buiten aan het... met mij gaat alles goed. Het gaat zeer goed, mensen. Het gaat echt heel goed. Ik kan je niet voorstellen. Dat is echt een droom dat het echt uitkomt. Ik ga dat blijven zeggen totdat jullie op je gehoord zijn. Dus, en straks gaat ze ook nog van alles doen. Maar dat gaan jullie straks zien. Dus als je dat weet, dan hier is Elga. Ondertussen wel gevonden. Ja, die lag op de tafel. Ik had zo'n video opgenomen met Kelly een duet aan. Ik had die gebruikt als gsm. En ja, ik zit er heel gelukkig. Dat is echt niet normaal. Ik kan dat niet voorstellen. En morgen ga ik voor haar koken. Wat hebben jullie samen gegeten? Aardappeltjes, broccoli met kaassaus en kip. Dus dat is echt super dat we dat gedaan hebben. En ja. Dat is weer om je zo blij te zijn. Dankjewel, dankjewel. En ik heb ook mijn vlag gehangen, mensen. Dat zie je misschien niet zo goed. Maar hij hangt in ieder geval. Het zijn kleine dingen wat... je geluk kan maken. Dat is waar. Ik geniet altijd van de kleine dingen. Ik moet er geen dure dingen hebben. Totaal niet. Hoe lang blijft het tot morgen? Dus, is Elga bij jou? Ja, die is nu in de tuin, maar die komt straks aan hier. Dat is ook zo. Ik kan echt... Hallo! En je bent dan Eva. Dankjewel. Wat lief? Je bent aan het eten. Smakelijk. Dankjewel. En wat zijn jullie aan het doen? We zijn naar de voetbal aan het kijken. Hallo! Ja, het is cool. Cool. Het is cool. Het hier in de straat van mij, we moeten iets horen. Maar dat wisten we. Het is cool. Is Elga daar nog? Ja, Elga is daar ook, maar die is in de tuin. Nu is die... Ja, Elga is daar. Hier is het taal. Ben ik. Ze hebben gescoord, hè? Ja, in Lula. Hallo.
Ik denk dat ze nog moet worden. Vroeger dat dacht ik dat altijd van zo is het gewoon. Dus je dat aan het eten. Ik ben aan het modereren. Ja, het is druk, hè. Bij u. Ik ken die vrouw, zegt er iemand. Welke? Ja. Die verkopen dat, maar ik weet niet of dat even goed is als deze, maar dat is dat. En dat was met de kapper. Ja, wat is een broske? Nee, dat zijn extensions, hè. Die zijn er nu wel in, maar ik heb dat niet gefund. Nee. Maar we dachten dat je helemaal kaal ging gaan. Hè? Kaal, ja. Sorry. Nee, dan gaat er iemand niet gelukkig zijn, denk ik. En wie? Ja, Nisha. In Antwerpen is er ook. Denk ik. Allee, er zijn wel veel dingen, zaken, hè, maar voor mij is het beste echt wel deze. Maar ja. Gent heeft ook chickenfetten, denk ik, Nisha. Chickenfetten, wie wil ik? Dat ben jij. Ik alleen. Ik weet dat niet. Ben je moderators gezien? Hallo uit Bungen, hallo Gislijn. Antwerpen. Zijn we dat echt eens proberen, hè, Carlo? Dat ga je straks zien. Wat masker het hoort. Kijk. Kun je het zien? Het kan ook dichter, hè? Een klein masker. Hey, welkom. Gaat u nu nog yoghurt eten? Ah nee, was het dat, ja? Zit jij nu naar mij aan het zien? Natuurlijk zijn we naar jou aan het kijken. Yoghurt! Maar jij denkt dat ze op? We hebben geen komkommers op de oven. Nee, we hebben geen komkommers. Anders komen ze wel liggen, hè. Kokosnoot, maar dat gaat niet lukken. Je komt ze bieden een tasje koffie drinken, is dat goed? Dat is allemaal goed, ja. Turkse yoghurt met zout. Is dat lekker? Mevrouw, met een roze shirt kan je schies zeggen. Die heet Elga. Kokosnoot is voor je rood. Maar hij is niet zo groot eigenlijk, hij is wel klein, kokosnoot. Maar het zal even niet lukken. Daar moeten we eigenlijk een video op meenemen eigenlijk, hè. Zo, voor Silke. Kokosnoot. Oh, het zit echt vol. Oh. Ik kan ontploffen. Hallo. I can't. Als je daar komkommers tussen vindt, laat ze bij. Hè. Kom ze brengen, hè. Kun je het op onze ogen leggen, hè. En jij komkommers nodig? Natuurlijk, dan moet ik toch zo goed relaxen. Doe die, ik ben druk bezig. Echt waar. Doe mijn best. Dat is de Turkse pizza-zaken. Ah, Ik kan niet meer. De blokjes mogen er woensdag afscheid lopen. Ik kan wel doen. Oh my god. Ja, G, ik weet het. Ik heb een bericht juist gekregen. Yo, G. Dankjewel om de live te delen. Dat ben ik niet volop aan het delen. Maar de bij is leuk, hè. Ja, inderdaad, dat is heel leuk, hè. Elga, heb je maar hoe, Larissa? Schoenen gesport. Tessa. Nee, ik ga die. Dat is een cadeautje voor iemand. Maar Panda heeft een geweldige, leuke lach. Dankjewel.
Niet in slaap vallen, hè? Nog eens gedeeld. Iedereen de live is één keer veel. Staat uw oorspronkelijke van ik ben Eline er nog op? Nee. Natuurlijk, ik hou van Bob de Bouwer, ja. Mijn liefje kijkt er soms naar. Dat is cool. Dat wordt wennen zonder blokjes. Ook voor iedereen, ook Elga en Sil en zo. Zou het mij riskeren 20 minuten nog in te rijden? Achter een rap? I don't know, Nisha. Echt honger het? I don't know. En is dat ook van hetgeen wat ik heb gezegd? Van Cheek of Tim of een andere zaak? Mag ik misschien... Dan zoek ik dat even op voor u en dan kijk ik even. Dat kan niet. Nee. I wanna be gewoon doen dan. Weet dat, je verliest niets, hè? Je hebt het geprobeerd. En dan weet hoe dat smaakt. En dan weet of dat lekker is of niet. Ah, je bent ja, stuur mij eens een naam. Ik ben blij, Lot, dat je bij dat niet ook van wanneer ga je dat masker doen? Zo meteen. Snap, dat verlies. Niet eens gehaast, hè? Jullie vragen ons veel. Kijk naar de voetbal, de date to dat. Ik vind het wel leuk dat mensen dat willen proberen. Volgende live. Oh, het popo zegt mij: wow, en mijn eieren ligt hier. Ja, wow. En ze blijft slapen. Blijf slapen. Ja, ik kan nu kijken, echt, hè? Ja. Morgen gaat Sil voor mij koken. Ja. Sil gaat morgen de wereldberoemde Bolstar spaghetti voor mij klaarmaken. Dat is het niet. Morgen vroeg bij de winkel. Het is zondag morgen vroeg. De winkel is open. Dus morgen vroeg bij de winkel. Gaan wij de brood halen voor de Bolstar spaghetti te maken. Dan gaat Sil om 12 uur koken voor mij. Dan ga ik je halen. Ja, nee, dat was niet goed, hè. Ja, de spaghetti, ja. Mijn dag was heel goed. Leuke pet, dankjewel. Hier is alles oké. Okay. Alles is hier heel goed. Die hangt weer vast. Ja, die is weer het tontoen. Je weet op toen dat het oester een trekt. Ze hangt weer vast. Tof. Toch tof dat jullie zo bezoekers krijgen. Man, toppers. Ja, ik ben er nu blij mee. Zullen we zelf ook een topper, hè? Die zijn... Doen. Die zijn goed. Ik heb een meeste voor het hè. Go. Ja, we zijn op de stuur mij wel een brief dat je dikke bonnet ziet. Nou, ik tanden nu. Niks groen. Maar jullie zitten ook allemaal toppertjes, hè. Ja, die zijn goed. Ja, heb je onze veepjes al gezien? Ik heb er al een paar gemaakt. Nee, ik woon niet in Antwerpen. Nee, maar ik was wel op zoek in Antwerpen. Ik heb gewoon Antwerpen. Wat dat is, Toon. Geweldig. Oké, ik ga er morgen om. Dat is morgen ook open. Dan moet ik mij niet haasten. Okay. Maar ik kan dat ook smiddags eten, hè. Smiddags is het ook wel lekker fris. Ik ga met de volgen. Dank je voor TikTok. Ik kom toch ook proeven, hè, met mijn spaghetti. Goh, wil er iemand die jalapeno even blokkeren hier, alsjeblieft? Angst in een... Een bubbelig straatje. Sorry, man, moet je? Ga je nu vertrekken?
Dankjewel. Ik doe de haartjes. Hoe kan ik doen? Nee, ik in Antwerpen nogmaals. Via privéberichtje, via TikTok, schat, als je wilt. Of Facebook? Ja, daar staat het. Dank je wel, Larissa. Ik heb hier ook geblokt, hè? Ik was gedwongen om binnen te komen. Ja, maar die was hier niet door. Ja, maar ik vond die niet binnen. Dat is goed. Het is geblokkeerd. Ik kan met de blok aan spelen. Ik ga die bij mij afvoeren. Ja, dat is een goed idee, want als ik die ook binnenkort. Ik heb dat gewoon. Wordt dit een ander liedje? Ik moet een nieuw liedje doen. Ja. Kunnen genieten van het terrasje. Als je ziet, één keer met regen weer en één keer als het goed weer was. Ik heb op de veel op het terras gezeten. Wat is dit? Dat is Larissa. En zo gaat het weer. Hey Mike. Ja, bij mij alles goed. Zeker weet dat hij een schatje is. Ja, nu tegen elkaar kakken wat, jij?
Dat is met een kinderbueno. Daar gaan we geen lambres tegen maken, hè? De mijne staat niet op het geld. Nee? Ik heb in de bruine. Dus we kijken niet. Jawel. Ja, zo man. Dat is de allereerste keer dat we die zien. Dus dat iemand aan het warm lopen. Dus we hebben alweer al. Ik kreeg net met een nieuwe titel samen. Ja, Helga Gaga. Tobi, ik heb vrienden die... Ik dacht dat ik te zeggen. Ik weet niet wat dat... Ik dacht Tobi, iedereen kan toveren, maar dat klopt niet, hè? Nee. Dat is ook een spookjes, hè? Ja. Nee, Zoeman is met een ding, Zoeman is met een... Ja, zeg het met een producer. Nee, met een... Hoe noemt dat? Ja, die regelt alles voor mij. Ja, maar dan kan je nog vlinders in je buik hebben, hè? Ik heb ook vlinders in mijn buik. Dikke motten. Door die andere wereld. Ah, oh, we zijn op de voet. We zijn op de voet. Ja, zeg het dan meteen, hè? Ik ook. What? 11 mensen, dat kan niet, hè? 9. Dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Iedereen is aan de voetballersbladeren voor. Ja. Oei, wat zie je? Heb je de koppen in de kop? En moet je mensen ook spelen, want de koppen in de kop. Ja. Want dat zal ik misschien wel. Ze hebben geen vervanging. Dat kan ook, hè. Moeten ze een interim bellen, hè? Ja, ik kan dat wel. Is er niemand? Recht kwam. Ja, dat is toch voor onze duivels. Ene die gewoon... Oh, het is een van de ander. Ja. Oh. Zie, ik ben zelfs niet mee. We spelen in het rood, maar duidelijk, ja. Is dat helder naast je? Nee, dat is Boomba. Boomba. Weet je, ja, Boomba. Boomba, ballo. Het zit om te gaan. Boomba, ballo. Wat is dit? Ik ben muziek, lijkt er zit hier naast me, Boomba. Deelde, dan komen de hele mensen naar live. Iedereen die de live deelt, krijgt van mij een volg. Wow, you are going all the way. Kom. Kom. Kerboom. Daarheen. Je hebt wat gemist, hè, van één. Kidappa. Maar panda's zijn uw nagels. Hè? Wat heb je? Uw nagels. Uw nagels. Petra, ik volg u uw al. Nagels. Oh, en die mooi. Zijn mooi. Mooi wit. Ik zei dat je wat gemist hebt wat eten. Wow. Ik ga nu wat wel met de verkeer. Ja, we willen dan weet jij waarom, maar. Dat die gewoon. Die Robin. Dan een andere Robin. Sil vond het eten zo lekker dat hij zijn pet mee liet eten. Daar straks. Ja, het is echt super lekker eten. Ik heb gezien, je was recht aan het genieten, Sil. Ik weet het. Ja.
zo huisgemaakt eten. Ja, dat zal wel. Het zijn er ook heel lekkere toeken mee. Die broccoli, dan jam jam. Het is jouw beurt om mijn spaghetti te proeven. Ja. Deal. Ik wist er weer in op de zoek van die ander. Hoe zijn dat voor het plat open? Ja. Oh nee, het is een van ons. Nee, die is die krap terecht. Dit. Ah, maar daar, die pakt naar zijn, geslachtsdelen en daar is hij niet aan geweest. Ik heb het gezien. Oh, dat is de comedie, joh. Met die matches baan wel leeg, dat is wel leuk. Als iedereen beleefd en respect voor de blokje, dat is waar. Dat is waar. Ze mogen wel wat kolen gaan maken, hè. Het heeft daar niet bij zijn verband. Ik ga blijven. Zal ik een tasje koffie? Dan ben ik weg. Een goede avond nog. Robin. Ik ben weer gewoon een goede man. Maar sommigen doen dat ook gewoon om aandacht te trekken. Hè? Ik denk dus dat ze, ja. En als we geluk hebben, dan kunnen we van aanraken ook nog. Hey Karin. Oh. Mama Panda wil een koffie, dus nodigt ze even uit. Ja, kom koffie drinken. Is dat nog koffie? Ja, maar ik wil jullie niet storen. Zie je toch al. Je stoort. Ik ben toch al thuis. Mijn deur staat altijd open voor jou. En voor mij stond ze open. En in het deurgat stond Stijn. Hey Stijnie. Stijn! Elke keer al vaak hun naam noemen vandaag. Mama, ik zeg elke keer tegen Kenny, roep ik Stijn. En dan zegt hij die antwoord dan eerst gewoon en dan zegt hij achteraf zo. Maar eigenlijk is het wel Kenny. Maar dat is hij altijd. Hij was eigenlijk een beetje beschaamd, maar hij zei van niet. Maar hij was wel beschaamd. Hij was echt wel beschaamd. En toen Natasha erbij kwam, was het helemaal gedaan met hem. Goed gedaan. Ja! Pedal! Ja, go. Die gast is ontzettend. Ik zei dat klaksoneren en die kerel kijkt zo naar hem met de potje. Dan ga ik zelf in de game voor. Ik denk het wel. Misschien wel. En dan ga ik daar zo'n dikke dingen voor doen. Zo. Ja, maar dat maakt uit. Je maakt wel ook wat is. Dat is altijd zo. Het is om je niet laten kopiëren omdat ze wat van geven. Heb ik plaats voor de deur? Heb ik plaats? Nee, kom even. Zijn het al het opeten daar? Ja. Ik heb zelfs aan de konijntjes water gegeven. Maar de dingen moesten ze wel, hè? Hé, Silke. Wat daar, ze? Ik ga ze dit veel doen en geen vermaken. Ja. Hoor je even vleesteren? Vleester Helga, als het allemaal goed komt. Dat komt zeker goed, ik heb alle vertrouwen in. Ik kan de mens leven bij een dikke teen kwijt. Ja, dat kan, hè. Dat heb ik gezien op televisie, dat kan. Maar dat moet ontsmet worden. Heb je ontsmetting ook? Ik hoop het wel, ja. Ja, anders moet ik daar alcohol op doen, maar dat gaat pikken, hè. Ja. Dit ziet er echt niet goed uit. En anders moet ik komen beginnen, hè.
pleiter pak je aan. Nee, je. Is je Duits? Wie zegt dat? Pleeter. Hé, mag die. Mijn trainingsbroekse beetje en mijn combat daaronder. En zo zal ik ze in zijn voeten, dat wil ik in het leger. Hé, hey, die Russen hebben toch grap pijn. Ik weet dat niet. Die spelen daar. Op het einde gaan die pas doorspelen. Denk je dat ook niet? Kijk, die hebben komt van pijn. Als er geen overschiet. Zijn die op de zuip geweest of zo? Is dat in België? Ja. Nee. Die match. Nee, nee, nee. Waar dan? In Rusland? Nee, in België? Nee, nee, nee. Dat is ergens anders. Waar zijn die aan het spelen? Zet dat niet op? Ja, België. Ik denk in België. Ja, maar Petra, hij kan niet gaan lopen in Pelsenmeteen. Nee. Ik kan niet gaan lopen. Sint-Petersburg. In Rusland. Sint-Petersburg, dat is toch niet in Rusland? Maar schrijf daar Rusland. Zo gaan naar je deur. Zegt Stijn. Nou, is die Stijn hier? Oké. Okay. Ik kan hem wel. Pak dat maar mee. Ja, ja. Ja, en wat moet ik nu mijn deur zien? De grond die ondergaat. Wat? Wat moet ik aan mijn deur doen? Dit is kalm. Doe jij wel? Ik moet mijn deur sturen, of niet? Wat? Moet ik aan mijn deur zien? Zien? Maar laat je dat zo. Ik wil... Wat moet ik aan mijn deur zien? Ga naar je deur. Ze gaan naar... Oh, ik sta aan mijn deur. Oh, en nu? Maar je hebt hier... Ik was... Oh my god. Je laat mij dat aan mijn deur lopen terwijl ik zo'n monkey ben. Wat? Wow, en dat is het niet je fout. Nee, Stijn was het meest wacht, man. Stijn. Die aap, hoe ligt die daar? Ik heb een aap vermoord. Kijk. Ik heb die aap vermoord. Wat is dat pakje? Wat is dat pakje? Wat heb je? Pakje, je zit daar goed. Dat is niet waar, kijk, man. Jawel. Nee. Je hebt dat opgezet. Ik heb dat niet aan. Ik heb dat pakje weer kwijt. Zo daar, kijk, 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 daar, je ziet het. Dat je mij de schuld geeft, dat je van, ik heb dat niet gedaan. Nee, dat is niet waar. Allee. Ik moet hier een vis aan bouwen. Ja, natuurlijk, hè. Hier heb ik het aapje mooi op mijn schoot, hè. Kijk, hoe schattig. Ken je hem nog? Je zit hem op de foto. Dat je. Ik heb ze gezien. Dat je. Wat? Aanvallen. Zotte dag, hi popje. Akia, laat tot is me gerust. Zeg één pakketje. Kom hier. Dat je. Ik heb hem. En move. Ik heb. Mai, popje. Hi. Oh, zo schattige poesie. Lekker ding. Akia is in kan hem. Ja, dat is een verloren strijd, hè. Allee, ja. Nee, nee, nee. Jij gaat winnen. Wat vind je wel dat je verliest? Dat konijn gaat al lopen. Ja. Hier blijven, hè. Hier blijven, hè. Hier blijven. Hier. Dat is het laatste. Ja. Ik ben binnen, want je zit er al vastgezet. Nee. Oh, doe dan. Je hebt mijn speld ingesteken. Ik moet zelf dat knopje drukken, of anders warmt dat niet op. You rock! Rock, bye baby!
sturen. Je bent toch een moderator? Op... Nee. Ja, moderator, nee. Kijk. Nee. Ik kan niet meer, ik kan niet meer dempen. Kijk, hier stuurt iemand iets. Met mij zijn... die... En nu wel, hè? Met mij zijn je moderator, zie je? Misschien dat niet. Ben je al blokkeren? Nee. Die vriendjes heb je nog niet. Ik ben aan het proberen. Dat kan wel, dat kan wel. Ja, ja, dat kan. Mooi in het Spaanse dag. Ik moet wel de knopje drukken. Op de power clip. Ik zou jou eens een vraag stellen. Wat zou je graag met mij eens doen? Ik? Ja, jij, ja. En wel naar Sea Life gaan eigenlijk. Oh, leuk. Dat is een leuke Sea Life. Maar wilde jij naar Sea Life in Antwerpen of in Blankenbergen? Ik wist dat er een Sea Life was in Antwerpen. Ja, een centraal station. Ik wil naar de zee. Maar we kunnen echt ja, wel Sea Life zien. Met al die visjes en zo. Ik, ben echt, ik ga elk jaar kunnen voorstellen. Ik ben, vorig jaar ben ik niet geweest. En het jaar daarvoor ook, want dat was mijn mama ziek. Dan ben ik ook niet geweest. Maar anders ga ik elk jaar naar Sea Life. Sea Life in Antwerpen is weg, denk ik, schrijft er iemand. Dat weet ik zelfs. Dat is echt heel tof daar eigenlijk. Ik wist niet dat in Antwerpen ook was. Dat is ook heel leuk gaan. Ik ben meer aan het concentreren op de mensen die ik moet dempen, want amai. En terwijl ben ik naar de voetbal moet zien. Hé, wat wil jij nog met mij doen? Ja, in Antwerpen is er ook één. En in Nederland ook, dacht ik. Woon je alleen? Ja, normaal woon ik alleen. Eigenlijk ook niet, want ik heb twee konijnen en een poes. Goed, Peter. Die dan de zang. Ik zou bij jou, eens willen knuffelen eigenlijk. Dat ik de zondag ga doen, maar ik durf niet. Knuffelen! We hebben geknuffeld de vorige keer. Ja, maar het is echt zo dat ze er ook een foto van maken, zodat we dat kunnen ophangen, hè? Ja, dat weet je. Dat is eigen Instagram. Dylan zegt ook dat is meer een gevecht dan een knuffel. Dat is een worstelknuffel, Dylan, oké? Okay? Dat is een innige knuffel. Ja. Dan gaan we dat doen, stil. Ja, dat is waar. En die is er altijd bij, die gaat overal mee naartoe eigenlijk. Dus ook op kamp gaat hij mee. Ik heb er zo drie van. Ik heb het ooit gegeven aan school, maar ze wist dat ik er zo gek op was. Ik ook. Ja, Gabi, jij ook. Corona is ik ben echt een knuffel. Ik zeg het maar al op kamp. Dat kan zijn dat ik gewoon moet knuffelen. Hè? Just like. Ik ben echt een knuffel. I'm a loser. A big loser. Stil? Stil! Ja, ja, ik ben hier. Ja. Maar is dat echt waar? Ik ben echt een knuffel bij. Ja, ik ben aan het antwoorden. Ik kan toch gewoon hier zeggen? Ik ben het typen. Nee, ik zal dat typen. Oké. Okay. Ik heb uw vraag beantwoord. Mag ik iets vragen aan Helga? Ja. Vraag het, ik ben aan het lezen. Maar wel een brave vraag, als we mee te maken hebben. Dan er maar geen kinderen meer komen, dat is te laat, jong. Dat gaat. We zijn er al van gekomen. Ja. Bij mij.
En ik heb hier drie dochters ontlopen. Plus de kees hier. Ik ben ontwacht om die vraag. Elga, waarom ben je altijd zo boos op die livestream? Dat is mijn kop gewoon. Elga, je hebt me geblokkeerd. Oei, ja. Dan heb je iets niet gedaan. Een aap. Dat is zo. Kijk naar mij, ik ben nog altijd in haar life. En ik ben nog altijd bij mijn vriend. Dus dan ligt het aan jullie, hè. Wat is een pronostiek voor België? Ja, zeg het eens allemaal. Schrijf het allemaal eens. What are you doing? Elga is bij mij. Sandballs? You like sandballs? Elga, heb je een nodig? Nee, ik heb geen vriendin. Nee. In de jambak, in de jambak, ja, lekker spelen. Kom eraan, kom eraan. Yeah. Met mijn gras. Goh, helemaal de boom. Zand. Ik kan ook in de zandbak spelen. Nee. Ah, uw dingen, die kapot maakt die, hè. Mijn voet. Die krokske, schattig. Mijn voet. Nee, nee, wow, ik kan het doen. 1, 2, 3. Ik doe mijn zandkastje. Wel goed, hè. Kom, hè. Deze valt zo niet, hè. Oei. Kon nog wat iets beter zijn, maar. De jackpot! Yay. Bingo! Veeg mijn hand tegen. Je hebt wel een mooie zand. Ik wil hem afvegen. Niet aflikken in een vetzak. Lekker. Nu moet ik het doen. Ik kan u niet filmen, hè? Ik heb geen kleren, man. Nee, nou, dat was het. We hoeven die niet te zien in de boog. Oh ja, als je privé zou bellen, dan niet erg zijn, maar in live. Het is niet dat ik een spat van heb. Hoe zit je zweten? Het is daar precies warm. Een zeer leuke dag gehad, Mel. Echt. Ik heb echt van genoten. Van de ene minuut tot nu. En nog altijd genieten, want de dag is nu voorbij. En we gaan zo, we maken zo heel lang. Heb je kinderen gewoon gegeten? Wat? Gaan jullie ook luisteren op kamp? Graag. Ja, hè. Die had ons niet moeten missen. Maar we gaan vooral ook gewoon plezier maken en genieten, hè. Ja, het is niet zo dat we heel tijd live gaan komen, hè, want we gaan ook niet van ons... Ja, ik moet altijd met een bril naar morgen om tv te zien, want ik kan met een bril eens enkel voor corbetten lezen. En het scherm is wazig. Ja. Shit. Ik heb dat niet gezicht, hoor. Ah, dat is hier voor mijn kind, hoor. Is dat wel? Snel. Krijgen wij ook koffie? Tuurlijk. Is Helga trans? Geen. Is Helga trans? Geen. Dat is twee keer een verkeerde. Geen goede. Meestal is het maken voorbij. Geen haat. Mensen, ik heb twee kinderen op de wereld gezet. Ik heb borsten en ik heb een flamoes. Wat ben ik dan?
Jij mag Ja, dat. maar ja. Ja, drink jij eens. Je moet toch altijd eten. Je weet het toch, hè? I need it. Een Een pinguïn. penguin, ja, ik ben een penguin. Je ging een ijsje eten in de live, weet je nog, toen dat we samen live waren. Hé, hey, uw extensions zijn wel mooi, hè? Ja, ik kan ze nu even stylen. Die is Kun je daarbij nodig. zwemmen? Kun je daarbij zwemmen? Ja. Zijn dekkers is onderweg. Maar geloven dan niet. Nee. Maar dat jongens zo geprint heeft, dat echt aan die deur en die mensen keken mij aan, wat ik dit doen. Ik heb dat toch mooi verwoord? Ik had het heel goed gedaan. Ik heb het goed gedaan, is zo. Ja, we moeten niet twijfelen voor onszelf. Ik ga even mijn haar stellen en dan kom ik terug live. Ja, want wij willen dat zien. Ja. Oké. Wat is hapstijn? Huh? Dat is een hapje. Zo, als hij een haptijd eet. Pet af. Hey, ik blijf hier dat alarm van Kian doorkrijgen. Ik heb het toch afgezet? Ja. We love you too. We love you Lotte. We do. We love you Lotte. We do. Oh Lotte. Die in haar stijlen. We love you. Wat hapstijn is hapstijn. Is al een familie van jou. Ja. En wat vind je van mijn vlag die ik hier heb gehangen? Vraag is dan Helga hoe je ruikt. Sil ruikt heerlijk. Hallo. Dat is die stijl. Het is een auto. Ben jij onderweg? Ja. En die rijdt ook links, hè? Ja, dus, die zit, wij wonen niet echt. Ja, Helga is familie van mij. Hoeveel keer moet ik nu nog ja zeggen? Ik zal er een tekening bij maken. Kom eens even aan doen. Moet ik het hier opschrijven? Mama. Ja, ik heb er al iemand. En dat is een zoon. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Helga, ik, ja, kom. We zijn toch live? Ik kom nog even live. Meetup was weg. En toen zag jij je kans. Ik zag mijn kans. Dat heeft ze juist gezegd. Ja. Maar misschien horen we niet. Nee. Misschien. Kaka, dan moet je op het toilet gaan doen, hè? Hey, niet in de broek. Anans. Anans. Heb je er nog grief genoeg hoor? En chips genoeg? Ja, ik heb nog chips. Ik heb een grote zout. Waar heb ik die gezet? Een grote zout, chips en rinsjes. Ja, die was dat moet ik nog iets meebrengen van onderweg? Moet je nog iets hebben? Zij trakteert. Ik kan dat niet zeggen in de live. Ah, oké. Sil, kun je dat sturen via WhatsApp van mij? Of via Messenger? Ja, Messenger. Of Helga, kun je het in de groep zetten? Ja. Vrienden, hè? Dan stop ik ze bij wel even. Je hebt toch een grote portemonnee bij, hè? Mag ik dat van u? Natuurlijk, je mag toch alles. Heb jij nog iets? Maar ik schrijf dat, ik betaal dat terug, maar ik maak geen sushi. Nee. Gewone? Ja. Ik heb iets echt nodig eigenlijk. Ik heb iets nodig. Jupiter. Jupiter! Dat is spannend, hè? Dat klinkt hier. Ja, hè? Hey, maar dan ga ik wel mijn dingen aan doen. Ik ga mijn trainingsbroek al aan doen. Mijn lange broek. Het is er koud aan het worden, hè? Niet? Dat zit die blaast. Ja, mijn buiten is ook koud.
Ik heb nog iets voor die zoon. Ja? Dus is het nog helpen? Hoe noemt je zoon, Stijn? Zoon van Stijn, dat je naam is? Wie zegt dat? Wij zoeken de... Zij vraagt hoe dat je zoontje noemt. Ah, wie vraagt dat? Elga. Inias. Hey Inias. Hallo. Ja, Elga is weer mama. Waar is Kelly eigenlijk? Of Kelly is niet in de dingen? Even kijken. Foei. Kelly, laat ons in de steek. Ik ga even uitleggen hoe het niet moet. Ik leg altijd dat dat moet. Misschien moet je dat horen daar tot daar. Hè. Je hebt een heep aan Petra. Hey Petra. Dag Hiladine. Die zit ook nog bij u, dat weet ik. Ze was er heel eventjes. Oei, ze is gaan lopen. Oei, waarom is ze gaan lopen? Ze is gaan lopen. Wacht maar, ze is poepklet. Poepklet. Wie laat u in de steek? Ja, Kelly? Ja, hè. Ja, niet jij, maar een ander Kelly. Niet jij, een ander, hè. Ja, we hebben ze weg. Ja, echt, hè. Die verbindt hier. Kom ons auto. Het is rustig in mijn life. Ja, maar hier ook. Nul? Eén, kom nou kijken. Manier. Wanneer het boven staat, oh shit, dat zijn we vergeten. Dat kunnen we wel. Volgende keer, dan moeten we een heel hoofd op het clubje, jongens. Ah ja, dat gaat niet, hè. Ik sta even het alfabet op zich, hè. Daar, dat is hier wat tegen Bella, tegen Bella. Dat is wel een beetje, hè. Daar. Ziet? Ja. Geen baan hier. Ik ben gedempt op mijn fanaccount van Helga en ik kan niets meer sturen. Nu ben ik op een andere account. Oei, Willempje. Dorp, heb je er ook iemand voor? Nou, ik heb hier gewoon niet gedaan. Voor en dan en dingen. Ik heb niet teruggekrijgd. Ja, dat is jouw style. Je hebt dat kruispunt en dan. Wacht, hè. En iedereen heeft je daar ook gewoon een beetje op. Wacht, ik weet nog geen zin. Hey, sterk, wat oeps! Ik ga even proberen om te vinden, hè. Ik kan niets beloven, maar... Maar als je naar je dingen gaat, beheerinstellingen, gedempte account. Ja, weet je wat, oh ja, dat vind je niet meer terug, jong, dat is veel te veel. Zeg maar dat ik het zeg, dat zat er niet allemaal in, hè. Dus daarmee dat we het hier moeten. Maar dan vinden. Moet je gewoon terug binnenkomen, hè. Hm? Ja. En waarom staat het hier zo bolletjes? Oh, we vinden dan niet, Willempje. Kom even gewoon terug binnen bij dat account. Ja. Ik zal het nu laten zien, die S wat ik bedoel. Of bedoel je dat? Ik denk dat je het even tweede keer. Cel, oordeelde je die echo ook bij mij? Ja. Ja. Maar dat is maar dat, dat ga ik afsluiten, want het is lastig. Ja, deze? Ja. Ik ben onderweg. Ja, dat is hem. Tot ziens. We hebben hem gevonden. Het heeft even geduurd, maar we hebben hem gevonden. Ik dacht, ik had om te lachen wat de Stijn zei, kom. Ja, ik ook. Maar die komt dus eigenlijk. Ja, van waar komt die? Komt toch van ver? Van richting Beveren. Waar ligt dat? Dat ligt dus eigenlijk niet zo ver van hier. Ja, ik weet dat allemaal niet. Ik ken hier niks. Maar ga je het allemaal leren kennen. Hoe gaan we naar de winkel? Ja. Ja, daar weer, dat gaan ze wat zien, hè. Dat ligt naast de beslag. Oké. Ik moet ook soms erin en eruit komen omdat ik niet kan reageren, hè? Ja, dat is altijd heel raar.
Dat is supergoed dat je een liedje hebt gemaakt. Ja, dat mag. Waarom zou dat niet mogen? Zie je, mijn reactie komt niet op het scherm. Nee, ja, dat deed van daar juist. De eerste die we nog niet hebben gehad is Sitteken. Ze zijn veel mensen aan het duwen geweest. Daar roept het ook al vast. Van waar die pet die ik kreeg van haar. Wat hebben jullie allemaal al gedaan? We hebben samen gekookt, we hebben samen in de tuin gezeten. We hebben echt heel veel dingen samen gedaan. En ik ben gestopt met mijn gewoon account. Lotte? Waarom? Wat vinden jullie van de twee goals? Dat is superleuk, hè? Moeten we ervan winnen? Oh, laat mijn stem. Mooie posters, dankjewel, dankjewel. Ik heb hier zelfs een vlag gehangen. Die hangt ook buiten trouwens, een vlag. Ik vind dat belangrijk. En zelfs gaan we met toeters buiten als Belgen binnen. Ja. Is Helga wat? Helga is een beetje moody. Zoiets. Nee, dat is mijn gewoon hoofd, mensen. Dat is als ik aan... Ik ben... Zo kijk ik naar mijn scherm. Ik ben niet moody. Dat wil zeggen dat ik slecht, gezien ben. Een kwartier voor tijd is er deze fase. Dus die gaan weer in de 16 van Finland. Dat is als ik aan het lezen ben. Wat dat er op, in de live, ik zit in de live te kijken. En ik ben mensen aan het dempen. En als ik zo doe, dan ben ik naar tv aan het kijken. En als ik zo doe, dan ben ik een bericht aan het typen. Van de 16 gaat staan en gaat trappen, maar Radetzky met de penalty en mensen, de Denen, de allereerste EK match die... Maar wat ken je elkaar? We hebben elkaar leren kennen eigenlijk. Wie heeft Bolstar Silfan een kantje gedempt? Niemand, want je zit toch te pippen? Dus, wie is dat eigenlijk? Dat weet ik niet. Oh, ik zou die blokken. Boop. Dat heb ik al gedaan. Dat begint met de fanaccount en dat eindigt met haat. Echt. Ja, dat is. Nou, gaat zeker fake zijn. Willempje is geblokt op zijn fanaccount. Is de eerste keer die afspreken? Ja, dat is de eerste keer. Dus nu heeft iemand mijn fanaccount geblokt. Oh, maar hij is gewoon heel mooi. Ja. Oh la la. Amai, dat is wel grappig dat je dat klaar hebt. We krijgen bezoek, hè. Ah ja? Koning Filip komt. Nee, ja. Koning Filip komt. Wie? De koning. Mijn botterij is er mee. De koning. Wat is dat? Jammer, ja. Koning Quinten. Ik ga die even opzoeken. Het begint met een S. En het eindigt op... Ten! Ja. Ten! Ja. Die kon ons niet meer missen. Ik ga mijn pyjama broek aan, hè? Sil? Dat is goed. Ik ga dat gewoon op slot aan. Goed? Dat is goed. Je moet je daar niet van aantrekken. Totaal niet. Ja, het is een opgave, maatje. Ik zie je. Ik ben een topper, hè? Oh, die dan wil je met standaard te brengen, dat zou kei graag zijn. Ik vraag je constant alles aan die lachen. Ik heb nog lachen. Ik doe die broek aan en kijk. Ja. Heb je dit al gezien? Kijk.
Mijn petekindje, hè, die heeft zo. Oh, zo lief. En mankeert er nog eentje eigenlijk nu, hè? Dat is heel leuk. Welke? Dat de doodie? Denk eens na. Dat is van mij? Ja. Ja. Dat is een t-shirt van mij. Oké, dan gaan wij daarvoor zorgen, hè. Maar ik zit altijd, maar ik kan heel eerlijk zijn, ik heb al zo ergens zo een ontwerpje gedaan, maar dan denk ik van, is dat wel goed genoeg? En dan bestel ik dat niet. Je kunt het testen op Enzo, en zo is gemakkelijke jongen, hè. En... Dat weet ik. I know. I know. Och nee, wie dat we daar hebben. Och nee. Really, Kevin? Really, Kevin is daar. Oh nee. Free Kevin! Free Kevin! Je ziet er goed uit met de pyjama. Ja? Kijk. Ik heb mijn pyjama aan. Wauw! Oh nee, serieus. Het is die Kevin. Dan ga ik weer roken. Hè. Het is weer voetbal. Nu heb ik stress omdat je Stijn. Kom daar. Maar je moet je stress hebben. Je hebt hem toch al gezien? Ik weet het niet, toch? Hier is dat die Fian weer. Ja. Dat ding heb je. Nu zit ik klaas en nu moet ik me nog zorgen maken over mijn zoon. Echt, jongens. Mijn teen, hè, die ziet er echt lelijk uit. Maar jij eet laat, Larissa. Mijn teen. Ja, hij heeft een beetje verzorgd. Ja, ik ben er niet geraakt, dus. Ik zie het, hè. Ik kom morgen over mijn teen. Ga, morgen is het een heel gevoelige dag, maar ik kan mijn best doen. Ik zeg het, ik doe mijn best. Morgen is het een vrij belangrijke dag. Ik ken die persoon ook niet, dus maakt me niet uit. Ik zal straks wel eens kijken. Of vijf, als ik eens tijd heb. Thank you, Queen. Wauw. Ik lig er echt zo, echt meer zo. Ik ga je zweeg, ik lig me vandaag niet. Ben ik naar de kapper, naar de kapper geweest. Naar de, ja, een heel goede vriendin van mij. Doody, what? Enzo is hier ook namelijk, hè. Enzo, dit is zijn bed. No, Doody. Akia, kom hier. Blijf van de dot, blijf van de duiven af, jong. Die hebben nu niks misdaan. Kom aan. Up, hier. Kom aan. En weg is ze. Maar bij jou is wel lang geleden. Hoe komt dat? Heb jij weer betaald voor die zon? Welk zo? Bij jou is het echt wel licht en bij mij. Ik heb zelf een koepel en zelf dan is het nog donkerder. Ja, valt nog goed mee, zo. Valt me goed mee, maar mijn tuin is echt bruik. Niet opletten, mijn tuin wordt opgeknapt door... Ik zal je komen helpen. Maar nee, dat hoeft niet. Jawel. Mijn batterij is eruit. Ik wil je graag komen helpen. Dan kan ik iets terug doen. Jawel. Nog nee zeggen. Oh. Ik wil niet komen. Ja, dat is wel opladen, dat is dus. Ja, ik wil komen. Hold up, mijn zoontje komt. Hij komt in de live, de beste moderator. Zeker. Your crown. Oh, Larissa, wat doe je? Wat is wat voor een spelen? Ja. Zal ik mijn pyjama eens gaan halen, kan je? Allee, ga jij mijn pyjama halen? Moet ik met een bril wel aanzetten, hè? Ja, dat is koud nu.
Toon je teen. Moet je mijn teen zien? Oh nee, je moet stil doen. Te laat. En ik ga wel een voetvetje stoppen. Kinky. Ja, er zijn zo mensen. Oh, dat is dat. Ik ga deze dingen aanpassen. Wacht. Ik wil bruiner zien. Oh. It's good like this. Oh. Zo. De welke is dat? Ja, dat vraagt ze mij. Wacht. G4, denk ik. G4? Oh, wat was dat, jong? I can't find it. Wait. Yeah. We're going to play a little bit. Wait a minute. Ja, dat betekent ik heb Lindy net doen. Schat, ik heb een meisje nog niet gezien. Dus ik moet dat een beetje uitgezien. Zullen we dat pyjama aan doen? Wow! ik heb dat nog niet gezien. Ik dacht, wanneer gaat hij nu reageren? Oh, kijk, mijn hand om iets vormt. Kijk, hè. Oh, jongen. Ja. Yeah. Wij gaan samen op kamp, hè. Even neus. En dat is al groot. Hallo. Jong. Hey, maar dat is goed dat wat Tim gevonden heeft. Ja. Ik heb geen bot, dat vind ik mooi. Oh. Ik lig strijk. Wacht, we gaan een andere zoeken. Nou, nee. Die staan mij wel. Dat gaat niet met mijn bril. En als ik mijn bril afzet, dan kan ik niet lezen. Ah. Wij zijn de blije appelsientjes. Oei, ik was met een appelsien kwijt. Hey, maar als ik dat verder doe, dan... Ik verlies mijn appelsien constant. Goh! Nee. Stil is terug daar, dus ik ga die filter terug afzetten, hè. Hoppa. Ouvre ta bouche et tes dents et blanc. Ik had licht aansteken. Ah, wel, doet jij het rustig, man. Ik moet sniezen. Oei, nu is die filter niet meer goed. Wacht. Daar ben je. Daar is dat. B11, B10. Ja, eerst, ik heb een kleur gevonden. Paars, wat gaan we daarmee doen? Wat gaan we doen? Ik weet niet, we kunnen misschien ook stipjes zetten, dat zei ik toch eens een keer. Ja, gaan we stipjes zetten, dames en heren. Dus ik geef Sil terug. Niet verschrikken, Sil, alsjeblieft. Hi. Hallo, ik ben weer terug. Je bent vast gemist, dat zie ik zo. Je hebt me gemist, hè? Ja. En jij hebt ook een geel t-shirtje aan. Yes. Ja. Pikachu. Yeah. Pikachu. Pikachu. Oké. Okay. Waarom? Stijn is daar. Oh, onze Stijn is er. Ding dong. Stilo. Als het staat, gelijk. Kom je langs van achter? Ja, dat is altijd. Die hebben de privé-ingang. Ik moest langs van voren komen. Ja, maar daar moeten ze lopen op de straat.
Ik wist hun huisnummer niet meer. En ze zei nummer 18. Ik stond er aan de kapsalon dat toe was. Joep? Met mij alles goed, Tafke. En met u? Pam, pam, pam. Echt een rare schaduw. Ik ben hier bij je filters aan het spelen, hè, Sil? Wat is dat? Dat is voor u. Hallo. Hallo. Ik ben mijn kleur kwijt, mensen. Help mij. Hey, mijn oog, daar scheelt iets met die filter. Zie de grote patatten van ogen dat ik heb. Wacht er, ik kom direct. Hè. Sil. Wat is dat, Bruin? Dat is beter. Alsjeblieft. Ik ken nu van mijn ogen groot zijn, hè. Kijk, hè. Ik vriend, ik kom juist van een barbecue, Zeg eens hallo. Hey, dag middag. Kom. Hey, ik ben. Alles goed, man? Ik heb een chique t-shirt er gewoon aan, het jongen. Echt wat klein en groot staan. Wacht. Jij eerst. Dan hij. Dan ik. Kijk. Van klein naar groot. De Daltons. De Daltons. Ik had ook eens wat met A doen. Welke ben ik dan? Ja, dat telt niet meer. Jij maakt de foto, hè? Ik moet de foto trekken. Wat is mijn gsm? Ja, die gaat weer afhalen en dan moet je die zijn, hè? Mijn gsm, die ben ik ook zo klein. Kathleen is ook eens bij nul gebleven. Wat is je nou? En dan? Ook twee keer. Nou? Oh, mijn. Ik moet je op mijn. Ik ben wel gelukkig. Ja. Wat hier nou? Pijn. Nee. Foto. Draaien. Wacht, hè. Gaat je allemaal in volgorde staan en ik moet daar gewoon tussen springen, hè? Oké. Wacht, hè. Wacht, zijn in volgorde, hè? Ja, eerst Sil, meer naar. Wacht. Ik kan het zo doen. Wacht, zo? Ja, zo. Nee, daar gaat de geestje. Cheese! Say cheese! Ja, wacht, hè. Zo. Zo. En 10 seconden, mensen. Die dan zie je die in de live? 2, 1. 1. Zeg maar waarom doe je niet gewoon of wat dan? Het is wel goed. Kijk, als je inzoomt. De foto is genomen, dames en heren, van de Daltons. Ja? Eerst eens kijken. Dat is in de groep, hè? Ja, dat is goed. Ja, maar ja. Akia, hier. Kwam. Hop, hop. Ik heb die fluit. Kijk hier eens. Wacht. Ik heb wat te volgen. Doe meer bewegen, zo. Okay.
Hij lacht nu al, hè? Ja. Heeft zeg ik gewoon. Niet watermeloen. Hey, je verzamelt klaksjes zeker? Ja, ja. Maar dit is toch een van de betere. Ja, een klaksjes, man. Ja, hè. Een klaksje, hè, met uw naam op. Ik wist samen klaksjes. Die zou de foto is met konijn. Ah joh, ja, dat is echt goed. Het is iets. Je gaat hebben mijn koken vanmiddag. Ja, ik ken het wel, hè. Ik heb een bolsta. Bolsta spaghetti? En dan help ik nog met een afwas en dan moet ik terug naar huis. Weet je hoe lang dat liedje heen? Jullie thuis ook zijn met een gps-dekking aankomen om 2:25. En om wat zijn ze vertrokken? Normaal gezien. 1:12? Ja, 1:12. Ja, dat klopt. Ja. Weet je hoe laat ik aankomen? Ze hebben echt over de deeltijd, de mannen staan hier. Ik heb gewoon in Antwerpen stad zitten rondrijden. Ik was misgereden. Oh, nee. Echt wel. Oh, ik raak er niet meer uit, jongens, echt waar. Jij waarschijnlijk een bocht dan zo genomen. Ja. Staat van links aan te houden. Ja. Allee, volledig links aanhouden, dan komt een Berghem uit. Nee, ik ben het voorspelijden heel zeven teruggekomen, kom je eruit, wat was allemaal? Ik dacht, waar zit die keer? Ja, dat kan niet meer. En die rijden daar gelijk zotten, hè, als je dat niet gewoon bent. Ik dacht, wat is deze? Wie is het allemaal bij jou thuis? Ja, wel, dus je hebt hier Stijn. Ja. En ik wist niet aan de andere kant. Die is hier Stijn. Ja. Maar die, dat was dan wat. Dan heb je zijn zoon en dan heb je daar Elga. Ik ben daar niet meer. Dus ja. Nog een GPS. Ja, maar ik heb twee GPS'en. Die van de lotto en die van mijn GSM. En uiteindelijk volgens mij ook mama Panda. Die moet die dat ook om veel volgers te hebben. Allee. Ja, zonder. Die heeft geen en zo. Waarschijnlijk, ja. Wat is een echte topper? Ik ga nog ook lunchjes kleden. Ik denk dat ik een beetje ga doen bij. Ik kan mijn klein masker zetten. Dat komt helemaal goed, hè. Dat stinkt, dat is veel te veel gebroken. Dat is echt dat klei, hè. Jawel. Ja, dat is toch nog een beetje. Maar misschien had dat ook nog gezien en begint uit te drogen. Dat gaat wel. Dat ruikt en dan gaat dat helemaal verstenen en dan moet je gezicht gaan wassen. Dan zit ik zo, hè. Ja, als je dat zo doet, dan breekt dat zo overal. Ja. Ik ga het ervoor af te trekken, want dan gaat hem zijn baard. Dan gaat hem plaatsen. Dat is helemaal de video, hè? Dat is het gewakste. Ja, voor de video, hè? Dan echt zo'n video maken. Kindertjes klein. Dat wordt een miljoen keer bekeken als ik roep, hè? Dat weet je toch? Heb je een nieuw tatoeage al gezien? Nee, maar ik heb wel gezien dat je geen had. Nog niet. Nieuwe. Ja, weet Piet Piraat, Piet Piraat, schippa hoi hoi hoi. Dat is jouw kameraad, schippa hoi hoi hoi. Met de schip de scheve schuit vaart hij alle dagen uit. Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat. Oké, Corbin. Heel mooi, hè. Maar wel geen gemakkelijke voor in te strijken, hè. Nee, ik kan niet. Je moet zo'n rolletje kopen waarvan je met schildert. En dat is ook... Of ik moet dat op de grond doen en dan met mijn ridders erover gaan. Ja. Die heb ik woensdag laten zitten. Levensboom. Jij bent grote inspiratie. Ik geef ook degene dat jij geneemd hebt, dat weet je toch. Jij hebt echt wel een tof huis met die ruizen daarboven. Dat is wel deze bedoel je. Maar ze weten wel dat dat heel warm is, hè. Het rijdt je af, zo. Weet ik dat? Ik kan mij toch wel in de video, hè. Oh ja. Is dat een kerk? Nee. Nee, wij zijn speciaal niet van een kerk gedaan. Heb jij gezien wat dat ik gevonden heb in de week?
Hey, echt waar, ik rijd naar huis morgens om half... Ja, echt jong. Maar stel op Facebook, hij heeft het gehaald wel. Had een gebroken pootje en een klaprol. Maar daar zit ik neffen, hè. En ik zit daar echt zo... Oh nee. Dan bloedt dat dan neusje. En ik iedereen aan het bellen, morgens om half vijf, ja. En dan flikker je eerst die bal. Ik zeg, ik weet niet, maar ik moet doen en ik wil de Vosken en dat is niet dood en dat leeft nog. En dan denk ik, ja, kun je dat aan mij helpen? Ja? Die, ja, we bellen. We zijn allemaal veel. Iets daarna, allee, die minuten leken uren, hè, dat duurde zo lang. Ik dacht, allee, ja, gaan die nu ook komen? Heb ik naar Animal Rescue Service gebeld? Ja, die gingen dan ook komen. Ja, uiteindelijk zijn ze allemaal afgekomen. Maar dat is maar goed ook, hè. En dan is... En dan, we brengen later kookboek uit, je weet, hè. Aita. En ik sta, ik ben er wel lekker in om dat. Ik zo, ik moet dat aaien, man. Hey, waar is dat bed? Ik was ook een vos in de lint geworden, man. En ik doe uiteindelijk zo, en ik kom aan dat kopje, hè, en dan begint dat te spettelen. Ik zeg, oh nee. Echt, jong. Die is eeuwig dankbaar. En dan helemaal aan het draaien. Ja? Dat uiteindelijk ze het kunnen halen, maar ja, die coöpereert nu. Dus ja, is er veel volk in uw lijstjes? 7. Dat kan niet, hè. 11 nu. Nog meer. Lach die schoon naar mij. Dat is veel schooner, dat je lacht. Je lacht echt ook niet. Of zo. Er zijn toch 11 kijkers voor jou of zo? 12. Ja, maar dat was de 7, dat vroeg was de 7. Ah. Maar jij zit er nu ook in, hè? Dat is normaal. Kom met je weg. Ik zat er altijd al bij, hè? Oh, die kabouter Plop heeft weer gereageerd. Die hebben iets beuzen. Je kunt die blokkeren, hè? Oh, nee, wat is... Ik ben aan het kijken naar Sil. Sil aan het genieten is. Ik vind dat leuk. En ik kijk naar jou. En dat zou moeten geprobeerd worden, want ik ben mijn gevoel met een arm moet kwijtgeraakt. Oei, Willy, stok startje! Oh, zo schattig beest. Zal ik je dat hier oplossen? Nee, dat maakt me niet uit. Dit is toevallig Kevin de Bruyne bij. Wat bij? Je hebt toch van de voetbal? Oh, lekker. En hopsa, die is terug weg. Tjoezie. Je bent goed bezig. Nee, dat kan toch niet waar zijn? Ja, we zijn dubbelen. Maar je zit ook in de vastheid, dus misschien. Ik heb zo'n mooie witte tanden in de live. Ja, ik heb altijd mooie witte tanden. Ik kuis mijn tanden natuurlijk ook wel goed, hè. Misschien kan ik het doen. Oké, ja, maakt dat niet uit. Vergeet ze ook niet te volgen. Tonia, ha. Akia. Stop it. Stel dat bij jou. Ja, Elga is in de tuin te genieten met Stijn. Nee, Elga is niet bij. Als je dat goed vindt, ga ik hier eventjes solo live. Vind je dat goed? Dat is goed. Geniet nog van die avond.
Ja, hè. En dan ga ik zien of ik morgen even de spulletjes kan komen afgeven en, en dan kom ik het even verzorgen. Dat is lief. We love you. En ook een hartje, maar dat kan ik niet geven. Je bent zo vast. Dag. Goedenavond iedereen, goedenavond. Zijn ze serieus aan het babbelen? Kent dat, hè? Welkom, welkom. Hallo Thomas. Ja, wie weet hoe we het. Ik hoop het ook dat we winnen. Dat hoop ik ook. Ik hoop het ook. Helemaal lekker ijscream. Je moet je wat verder zetten, anders dan val je eraf. Van. En dan zit je op de grond. Hè. Ja. Het gaat goed met mij. Het kan niet beter zijn. Ik ben in de fluff met mij. Van. De foto is goed gelukt. Hè. Ja. Ik heb echt al veel gedaan vandaag. Veel, maar eigenlijk ook weinig. Kent al wel. Je wilt ze heel veel doen, maar dat gaat allemaal. Ja. Eén dag. Hè. Ik heb te volgen. Ik hou van Lukaku, ja, ik hou van allemaal. Ja, als ze kijken naar de voetbal. Hè. Maar we zijn aan het winnen, dat is voornamelijk. Of dat dan nu 2 is, of dat dan nu 3 is of 1 is, ik vind het altijd belangrijk als we maar winnen. Het is echt gewoon bij jou zitten in de tuin. Te genieten zo. Dus even met Stijn aan het praten. Dat moet kunnen. Winnen is niet altijd belangrijker dan meedoen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is waar, dat is waar. Even doorschrijven. Welk van K3 zou jij doen? Hanne dan? Of nee, niet Hanne mee. Want dan ga ik met Hanne samenwerken. Dan zou ik misschien dingen pakken. Iemand. Ik zou iemand pakken, maar ik zou niet weten wie. Die blijft slapen bij mij, ja. Ze gaat echt bij mij blijven slapen. Je bent zo mooi, dankjewel, dankjewel dat je mij zo mooi vindt.
Ik ga morgen BMX wedstrijd doen. Ah, heel veel succes, zou ik zeggen. De wissels dus vertongen naar de kant. Is Elga je liefje? Nee, Elga is mijn mama. Wat is je lievelingskleur? Groen en rood. En zwart. Maar zwart is niet echt zo'n kleur waar jullie gaan zeggen, dus... Speelt Kevin de Bruyne mee? Nee, nog niet, denk ik. Ik denk dat dat pas wel later is, want die ook niet zijn in gezicht zat, hè. Ja, die... moest herstellen of zoiets. Ja, die had een ongeluk gehad bij het ding, bij het voetbal, bij de tweede ploeg. Ja. Manchester had een ongeluk gehad. Dus, Elga is er ook, ja. Het is nog 20 minuutjes ongeveer vanaf gedaan. Het was al vanaf het begin in 2,5. Ja. Ze moeten nu echt nog een goal maken. Het helemaal goed af te maken eigenlijk. Ja, maar goed af te maken moeten ze nog een goal maken. Maar ik klop het wel nog af. Maar Rusland die speelt heel agressief. Ja. Dat zie je. Het is opvallend hoeveel rode duiven zijn overgebleven. Er zijn nog 15 spelers bij van het EK. Dat is nog 5 jaar geleden. Spaghetti wordt morgen gemaakt en dan zal ik live komen. Samen, dan gaan we dat doen. Dan ligt er weer iemand op de grond. Er zijn al meer mensen gevallen omdat er goals gevallen zijn. Ja, de Rusland, hè? Ja, hij normaal. Dat is echt heel veel. Ja, de route dan, Elga, ja, dat ga je doen straks met iets buiten. Dus ik had even buiten met Stijn praat. En dan komt het wel goed. Een ja, ja, het is wel dat kan niet donker, die weten niet dat er geen licht is, hè? Dus die is echt in het donker. Mm-hmm. Zou je eten gaan nemen of Elga? Elga zou ik gewoon nemen, eigenlijk gewoon, denk wat ik zeg met mama, maar ik zou ook niet Han pakken, eigenlijk ook mee. Han is getrouwd, dus ik ben niet voor een relatie kapot te maken of zo. Ik ga niet zeggen waar ik woon. Dat is privé. Ze waren hier nog allebei aan het feest. De broers Hazard met de drie doelpunten. Dat is gewoon een gelukkige ding aan. Eigenlijk. Laat Elga eens zien. Ik kan ze niet even storen. Met Eden Hazard, met Witzel, met de Bruin. Goed, dat is geen probleem geweest in de afwezigheid vandaag. Ik ga met de volgaan. Zou je ook naar de Rode Duivel kijken? Wat vind je van de match? Ik vind het goed. Ja, we hebben eerst een pakje moeten zoeken, dus we hadden al een paar dingen gemist. Maar we waren net op tijd voor de goal. Voor de eerste? Ja, echt net. Ik wist ook niet waar het was precies, dus dat hadden ze ook niet meegedeeld en we waren ons bakje kwijt. En dat lag blijkbaar nog op de tafel en vonden ons bakje terug en dan waren we net op tijd, echt net op tijd. Dus ja. Moet jij iets drinken? Nee, moet niet. Oké. Okay. Ik wil die hond hebben, maar ik heb nog niet trekkers. Wat ja, omdat ze zei, dan beter maar eens vragen. Hè. Ja. Ik vergeet altijd te vragen aan de mensen die komen. Hè. Die moeten altijd zelf zeggen, want ik heb het hoogst op. Precies recht. Dat is niet omdat ik onbeleefd ben, maar gewoon omdat ik altijd zo zenuwachtig ben. Of in dingen. Maar Elga ging dat eigenlijk wel heel goed. Dat was die stond voor de deur en dat was zo... Oké, de stress is weg. Toen ik onderweg was, toen was ik naar hier, toen was ik ook heel zenuwachtig. Dat begrijp ik wel. Elga ook. Elga is speciaal nog eentje aan roken. Oh nee, wat doen ze me aan? Ik was er niet voorbereid. Ik zelf was een beetje rustig. Ik dacht, ik kan eigenlijk een verrassing geven. Mijn broer is ook een grote fan van Enzo Knol. En die zei van, ja, ik heb dat over. En ik geef dat dan liever weg dan aan iemand anders te geven. Allee, dan wat weg te moeten doen of zo, of gewoon te laten liggen.
Dus in de middag doen we meteen aan u. En ik had verteld tegen hem van, ja, zij zijn zoon is met een grote fan van Enzo Knol. En heb je liefje? Nee, ik heb geen liefjes. Geef geen haat, inderdaad. Als je het niet leuk vindt, even niet leuk dat ik live ben, dan ga je gewoon naar een andere live. En je hoeft niet te kijken, dat doe ik ook. Als ik de live niet leuk vind, als ik op ergens op de For You tegenkom, nee, ik ga er ook niet in van stop. Nee, dan ga ik gewoon verder kijken of ik zet de TikTok even af. En kijk je YouTube. Ja. Of zoals voetbal. Ja, Enzo Knol. Ja, Enzo Knol, dat heb ik inderdaad gezegd. Enzo Knol. Inderdaad, dat heb ik inderdaad goed geluisterd allemaal. Ik keek daar zelf niet naar, maar mijn broer is daar een heel grote fan. Midden zijn zoon noemt ook Enzo. Dat is daardoor. Erik, wat is er mis met deze man die slaafje doet? Geen... Elga blijft slapen, mensen. Elga blijft slapen. En die gaat goed slapen. Ik ga er echt goed voor zorgen en die krijgt alles wat ze nodig heeft. Die wordt verwend. Dat is gewoon staan aan die kant? Ja. Ja. Elga ga je straks tonen, die is nu aan het praten. En dan kom je daar niet tussen. Dankjewel voor de roos. Kom aan, maak nog eens een goal. Je zit al heel tijd te kijken. Thuis gaat Elga trouwens met mij nog iets doen, dus als je dat wilt zien. En de andere, dat mag ze ook doen met mij. Maar dat ga ik niet doen in de live, ik ga er een filmpje van maken. Gewoon puur voor de views. Ik heb voor de TikTok. Kom aan, we moeten naar de 100. We moeten naar de 100 geraken. Ja, 100 kijkers. We zitten nu bijna aan 60 kijkers. Dus we er nu nog 40 bij kunnen doen. Ik vind dat ze goed spelen. Hoe lang dat er geen tegengoal is, is er geen problemen. Ik had er gewoon. Ligt er nu weer iemand tegen de steen? Nu was het wel eentje van Rusland. Maar ze hebben nog een mythe. We zijn meteen over bezig. Dat ze met één oog kijken en één oog naar de live, hè? Ja. Ik kon er niks aan doen. Het is geen gele kaart. Ja. Het is gewoon een gele penal. En een vrije trap voor de Russen natuurlijk. Dus dit kan een goal zijn, waarschijnlijk voor de Russen. Dan komen ze trouwens aan de bal. Ja, ze mogen penalty trappen. Hoeveel is bij de voetbal? Het is nu 2-0. Het is bijna 2-0. Ja, nu staat 2-0. Ze hadden een kans, ze hebben het niet benut. Ze hebben een kans benut, maar ja. Benut. De Belgen zijn aan het winnen, ja. Ja, hier hebben ze heel veel posters die hangen. Dit is eigenlijk geen poster, het is eigenlijk een kader. Die ik ooit heb gekocht. Die is ook al bijna, die is ook al 5 jaar oud, eigenlijk. Dus ja, we hadden helemaal te raters, maar ik vind het altijd zo. Ik kan de live ook perfect. Waar is Elga? Elga is in de tuin. Ja. Ik vind dat grappig, ik vind dat grappig, want als Elga live komt, dan krijgt hij altijd zoveel haat. En nu dat Elga het even niet is, ga je ze nog missen. Allemaal. Echt missen. Dus dan. Elga moet ook een beetje privacy. Rust. Het is niet dat hij aan mij kleeft of zo, hè. Heb je dat ook van Kathleen? Ik heb die ook van Kathleen, maar die hang ik eigenlijk meer daar eigenlijk. Zie je dat? Die hangt daar. Dat weet ik ook niet. Doe eens een keer een dansje. Okay, ik zal een dansje. Wacht, ik ging dat omvallen. Ja, even steen. Ik zal zo. Doe. Voilà, even dansje. Hè. Want ik kan hier niet heel het ding gaan dansen. Hè. Ik had me ingeschreven voor K2, zoet K3, maar ik was er niet door. En ik ken iets van Fortnite. Ik heb er wel iemand iets. Ken jij iets van Fortnite? Ik heb het gespeeld, ja. Een schietspelletje. Nee, geen. Ik mag geen moderators aan, dus ik moet niet proberen om moderators aan te vragen of zo. Dat komt hier niet. Is er nog? Ja, ze is er nog, Elga. Elga is mij nog niet verlaten. Is het de Russische? Ze heeft wel een vluchtauto, hè, nu. Nee, dat is grapje. Is dat de eerste keer dat je Elga ziet? Dat is de allereerste keer dat ik Elga zie. Dat is echt een heel grote droom.
Dus ja, om elke eind te kunnen ontmoeten. Wat Ella is hier buiten, dus die komt straks al terug. Ze zijn echt aan het proberen om mensen omdat Stijn nu mee aan het praten is, namelijk mijn broer is mee aan het bezig, dus ik ga het even doen. Even de tijd geven om die ook te praten. Mm-hmm. Niet alles draait rond mij aan. Nee, Elga is mijn mama. Praten is belangrijk, hè? Ja, dat is heel belangrijk. Ik kan er ook bij gaan zitten, maar dan, die zijn even naar buiten gaan om privacy te hebben. Dus ja, dat kan ook niet gaan. Ik laat de live gewoon aan. Azar komt er nou ook goed uit. En een mirantje afgehouden. Eden Azar. En aan de buitenkant komt bij Munier. Houdt u even bij. Ja, Elga is mijn mama. Mooie pet, dankjewel. Ze zijn wel luid aan het praten, hè, nu. Elga is wel mijn mama. Meld. Waarom zou je melden? Elga blijft slapen. Nogmaals. Wat doe je voor werk? Ik ben in een kleuterschool. Waar is Elga? Elga is in de tuin, nogmaals. Dat is een mama voor mij, ja. Dus toen mijn mama gestorven heeft, voordat mijn mama gestorven is, mijn mama wist dat ik contact had met Helga. En die heeft dat gevraagd aan haar. En toen heeft Elga ja gezegd en is haar zo gekomen. Dus die zorgt wat voor mij. De tweede helft is bijna op. Ja, bijna. Dus ik heb daar een film over gemaakt trouwens. Dus... Over de voetbal? Nee. Over dat Elga, waarom het dat nu zo noemt hij. Dus Elga heeft mij eigenlijk een beetje, ja, zo kun je het stellen, ja. En eigenlijk is dat wel speciaal, want die had mij ook nog nooit gezien eigenlijk. En die zei meteen ja, dus dat zegt heel veel over, ja, we gaan over mij. Dat ik een goede persoon ben. Hey, Simstra, dankjewel. Ja. Wat heb je leren koken? Ja, ik heb leren koken. Spaghetti is morgen. Ja, die ken ik. Go. Joepie. Joehoe. Echt super. Twee. Wie mijn naam is zeggen? Oh, dat is te moeilijk om uit te spreken. Ze sorry daarvoor. Heel goed van meneer. Ah, die gaat met... Kan je die hier zetten? Zo, hè? Oké, ik kan niet zoveel doen. Ik ben een zeer teer mens. Sorry. Zou je droge K3 koeken eten? Ik heb droge K3 koeken. Ik heb ze liggen namelijk. Ja, ik heb ze liggen. En zo hebben we toch nog wat gehad. Helemaal aan het einde van dit duel. Een fraaie goal van de Belgen. Was dat de tijd? Die had nog een beetje, nog een paar minuutjes. En er zal waarschijnlijk ook wel nog extra tijd bij komen, vrees ik. Die hebben er lang gelegen en sommige dingen. Dat is toch 90 minuten een match? Ja, maar soms komt er extra tijd bij als het te lang heeft geduurd met de bezorging of dit of dat, dan komt dat er nog bovenop. Dat is het allereerste voor de nationale ploeg in enigszins andere omstandigheden natuurlijk. Ik ben een jongen, ja. Deze zijn. En ik ga geen kattenvoeding geven. Op de grond. Natuurlijk, hè, hoe meer dat op de grond ligt, hoe meer tijd te kunnen rekken. Hè. Elga is nogmaals in de tuin. Dat is de laatste keer dat ik erop antwoord, want je hebt het al 10 keer gevraagd ondertussen. In het najaar van deze 2013. Wauw, dat is toch niks. Dat is echt, dat is gewoon vallen en dan... Dat is gewoon vallen en pijn, ja. Fenomenaal. Als het is toch nog... Dus echt dat tijd, waar is Elga? Waar is Elga? Dat wordt een boek. Ik kan een boek uitbrengen. Waar is Elga? En dan moet je ze overal in dat boek. En dat ik zo een foto van Elga. En dan moet je zoeken waar staat die tussen die foto. En dat zijn er verkopen ze. Een
daar. Waar is Elga? En dan moet je gaan zoeken, waar is Elga? Zo'n beetje waar als Wally, maar dan... Ja. Dan moet je gaan zoeken, waar is Elga? En dan laat ik er een paar maken. En dan is dat zo een speciale editie. En dan moet je... Kijk, die hebben dan de bal en die kunnen die nog niet eens erin doen. Hè? Die kunnen nog niet eens erin schoppen. Die keeper moet niet eens iets doen, zelfs. Die moet gewoon staan en niks doen. Zelfs als die goal leeg was, was het er nog niet in. Ja, hun laten hun goal meer leeg dan eigenlijk, hè. Dus... Ja, wat is je grote droom? Eigenlijk is al mijn grote dromen eigenlijk al uitgekomen. Dus ik heb niet echt meer een grote droom. Maar wie weet, misschien komt er nog maar één. Misschien niet meer. Komt er Ik heb vuur achter jou, dat is K3. Dat is de vlag. En dan heb ik hier ook nog, ja, nog een paar dingen van Enzo. Want Enzo blijft slapen ook. En die heeft hier allemaal een beetje verzameld. Dat is zijn geboorteknuffel. Dan gaan we niet extra zijn. Ik vind niet dat ze kunnen ze nog een goal maken als ze willen. Ja. Morgen ga ik het live maken in de live. Ik ga dan koken voor Elga. De lat ligt dan echt hoog. Ik ga dat klaarmaken. Dan ga ik echt een kap te kopen en alles. Ik bedoel die doos. Ah, sorry. Ja, sorry. Ik had het niet goed door. Dus Spider-Man. De Grunge. En deze. Is Mickey Mouse. Deze is eigenlijk van mijn mama. Dus deze en Spider-Man ook. Maar deze, die is van mij. Die is mijn mama allemaal gekregen, dus heb je nog haar? Wie zal het zeggen? Dat ik nog haar heb. Ja, gewoon. Kijk. We hebben gewonnen. Ja, we zijn gewonnen, denk ik. Ja, we zijn gewonnen. Ja. De wedstrijd is gedaan. Ja, de wedstrijd is... Als die beginnen de vuistjes te geven, dan is de wedstrijd gedaan. Dat is ook zo weer. Dan weten we dat meteen. De wedstrijd is gedaan. Dus we zijn gewonnen. Joehoe. We zijn gewonnen. Olé, olé, olé. We zijn gewonnen. Olé, olé, olé. Party. Wat is hier? Een U-Sorry muziek. Het is echt zo geel, die valt echt op in dat scherm als je dat ziet. Ja, dat is precies een verkeer. Echt de zon, hè. Echt niet normaal. Je kunt echt, nou, ik zal het even verzetten, dan kun je goed zitten. Zo. Nou, kun je camera opzetten? Ja, dat is dus echt een vlogcamera. Ja, normaal staan er nog zo'n dingen op, hè. Ja. Maar dat ding ook voor die zon. Maar je moet het... Ja, die is gevallen. Maar daar ga ik ook even op zetten. Dat is van dat ding. Veiligheid. Zo. Nu gaan we zo aan de muziek krijgen. Maar ja, het is ook sorry muziek, hè, dus we gaan wel muziek krijgen. Hè. Je moet zingen en zo. Nog even die echte stonen halen. Gaan ze rond ons gaat dat blijven weer. Ja, ze gaat dat blijven doen. Maar gaan ze die nog zien? Want dan gaan ze niet zien. Ja, dat is donker. Kijk, je moet je zwaaien. Want je bent vermist. Maar je ziet die niet. Wie is dat? Die niet is kapot. Ja, dat zie je. Ik ga morgen zal ik een nieuw lampje kopen voor in een spotje te zetten buiten. Maar zelf als je er iets in steekt, ik weet niet of dat gaat nog maar zien. Nee, dat zie ik niet. Heb je ze gezien? Ah ja. Wie vroeg dat? Heel de live, dat is de hele tijd al. Hè. Waar is Elga? Waar is Elga? Ik ga een boek uitbrengen. Dan moeten ze zoeken op de print. Waar is Elga? Waar is Wally? Ik zoek Elga. Ja, hè? Elga is gemist. En dan gaan ze zeggen, meer is. Dat is waar, hè. Je kunt nog... binnen, ja, maar doe maar op jullie gemak, hè. Ja, de berg hebben gewonnen. Ja. En hier heb ik dat konijn. Dat is poesje. Kijk. Een goedje.
Ik heb
Ik had veel fruit binnen vandaag, hè. Jij hebt vandaag al goed fruit gegeten, hè? Dat zijn niet gewoon, hè. Nee. Ik kan zeker vragen, is dat nu de week al verteld of moet ik doen? Ik heb een vraag of zou live komen. Wie? Ja. Welkom. Maar je was ook als ook niet maken. Mooi. Ik zou een moeder moeten sturen, ken je van? We gaan eens kijken naar de konijnen was. We gaan eens weer een tikje open doen. We gaan eens kijken naar de konijnen. Ik weet niet wat één konijn zelf was, twee konijnen. In de andere keten. En dus onder de zetel. Onder de zetel? Een beetje een sch. Leeft die? Ja, die leeft. Ja, hij niet leeft, maar die is naar jullie aan het kijken. Een wasmeisje op het knoppertje. Papa? Op het knoppertje. Een wasmeisje. Gaat je die open? Ja? Ja, doe eens. Ben je dan met die driehoekje doen, dan kan ik ook. Nee, ik kan dat niet. Ik ga toch boskas toevoegen? Ik kan dat niet. Ik ga niet dempen, maar ik ga wel boskas toevoegen. Ja, doe eens. Wacht. Lena, ik ga je volgen. Ik ben er wel. Ik ook. Toon je haar. Morgen. Wacht, in je zelfpot, hè. Ik kan weer niet dempen, kijk. Maar dat is goed, dat is iemand die al vuur al gedempt heeft. Nee, maar normaal gezien staat er in moderator bij mij. Kijk, ik ga gewoon een G typen en er staat gewoon vrienden. Er staat nu een moderator. De moderator moet ik toch zo'n beetje dan. Eerste! De stem is live met een konijn. Ja, want die wou een apart live gaan. Oké. Okay. Dus heb ik dat maar respecteerd, hè? Wie was apart live van? Ik zie. Ik wil bij mij live komen bellen. Is geblokt, hè? Ik moet even live gaan. Je kan dat niet bij live doen. Kijk eens, mijn eerste. Die lacht ook niet, de vrouw, hè? Die is altijd zo. Ik heb die gepromoot naar de 1K, hè? Ik moet ook nog iemand, ik moet nog iemand mee promoten dat ik iets beloofd heb, maar ik heb ze niet meegekomen. Goed Beertje. Zonne uur. Ik moet mijn mama nog elke dag. Ik ga gewoon even zingen. Hey Sabine, hoe is dat daar in de live? Dat druk als 50 mensen bekant net. Oké, die werk. Ja, dus we waren bijna aan de internet. Ja? Ik ga mijn gsm nog wat zeggen en zullen we op mijn nummer wel live gaan. Dat is goed. Hey, welkom in live. Hey, met ons even. Ik zit een beetje naar huis. De kat? De kat, die zal wel boven ergens zitten, want die is benauwd anders van de andere. Niet ons kristeltje. Hey, dag Sylvie. Ja, maar Sylvie, kijk. Ik zit even bij hem. Heb je hem zo besteed? Ja. Nee, ik heb hem zo besteed. Ik zeg zo, ik heb hem zo besteed. Hoe is dat? Wie zit er op?
No. No. Het is daarmee ik even hier live zeg. Ik koop een popper. Waar is dat popper? Ah, daar zit een popper. Heb je dat gezien van Enzo? Kijk. Ik kon ergens ontkijken. Ja. Ik kon één eentje wist dat geweest. Toch toch weg. Niet wie, maar wat? Dat is dat koppeltje dat ik zei waar ik dat geld naar gestort had. Ah ja. En kijk hier. Goed, ik zou jou lekker, hè. Een pot vol marginaliteit. Ik zei, amai, zo origineel. Vind je je eigen het middel of zoiets? Zeg je niet van jezelf? Anders moet je aan mijn vriendin vragen wat ze ervan vindt. Kom maar jongens, allemaal giften, maar allemaal drukken. Allemaal drukken, niet giften. Is dat wat ik kon eigenlijk al opbrengen? Allemaal giften, niet drukken. Allemaal drukken. Top bij mij, allemaal drukken. Wat? Wat? Nee. Wat? Nee. Kijk, uw pet. Dat is uw pet. Ons Elga staat het pet. Zij is gewoon staan, even naar de camera gekeken. Alleen maar je lachen. Je staat toch naast? Kijk, ik ken je al zo lang, hè. Druk op plusje. Ja, dat is gewoon weer een probleem aan TikTok. Dat is weer het probleem TikTok, hè? Dan krijg jij de melding, Stijn, jij volgt mij dan al. Ja. Hij gaat eigenlijk puur live met de konijnen. Ja, dat is iets anders, hè. Ik volg ondertussen. Wacht, maar ik zal even kijken. Ik kon eens kijken hoeveel abonnees je hebt. Stel, hoeveel abonnees had je? Dat kunnen we eens een beetje zien. Ik heb die 18,6 normaal. 18,6. Dat is bijna de 20. Ja, als 20 is, gaan we drinken. Kind champagne, hè? Gaan we drinken. Ja. Dus kun je meedrinken, hè? Ja. Wij gaan eens een beetje naar huis ballen, hè? Seksspel is zo. Waar zit hij? Ja, ze weten wel, maar we zijn om 10 uur hier gekomen. We zitten hier al een uur ondertussen. Nee, dat is niet. Ik denk dat die leuk is, hè? Dat is heel leuk. Ik weet het wel, maar... Nu gaat hij wel jaloers zijn, hè? Nu dan zeker een foto. Die bij mij nog geen foto, hè? Ja. En dan nog mijn Elga erbij. Ik heb ook een foto genomen. Goed kijken, zegt ze dus, ja. Eens kijken dat ik dat niet kan zien. Kom, zie je. Waar is dat spiet? Salut, Sylvia. Ga je naar K2 zoeken, K3 kijken? Zo.
Ja, natuurlijk. Thuis moet maar weer achter, hè? Ja, voor ja. Je ziet natuurlijk wel mee, hè? Nee, zie ik. Hoi, hoi. Ben je gay? Ja. En jij? Wat is er mis mee? Er is niks mis mee. Goedenavond. Iedereen is weg. Hey, Spanko. Toch kom op. Blij. Zakpiraat in mijn lijf. Hoe lang is dat geleden, man? Oh, nee, ik had dus een zaadpiraat en prostaat. Nee, het was zaadschandaat. Ik ben panseksueel. Voilà, dat is ook goed. Heb je kinderen? Ja, twee stuks. Wie vindt het leukste uit K3? Gaan we. Hallo. Elian! Elian, dat is mijn normaal. Hoe is Elian? Dat windje. Elian, hé jongen, ik heb er aan u gedacht, hij had thuis even stond ook een springkasteel. Ik wou er ook op. Nee, nooit met. Hier, met z'n vriend. Hier is de tansbouder. Hé, hey, dat vind je nog eens. Sil, je maakt leuke YouTube en TikTok video's. Oh, dankjewel, dankjewel. Hoe oud zijn je twee kinderen? 22 en 18. You're kind of sus, bro. Wat wil dat zeggen? You're kind of sus, bro. Google Translate. Ik weet ook niet wat ik krijg. Ergens voor Engels. Ik vind graag op posters van K3. Ja, ik schat u dus 8. Want geen ene schiet zo hoog. Oh, die jongens, die gijs die dat zegt. Jij wilt erbij horen, hè? Nee, ik ben er gewoon bij. Ja. Oei, dat is minder. Eigenlijk is wel die guy met zijn Sabaton t-shirt. Het is een puur, jong. Op mij, wie daar? Mijn zoon heeft ook een Sabaton aan, hè? Wie zei dat? Sayena Fijs. Als hij naar mijn live komt, hè? Zet ik graag. Blokkeer maar alsjeblieft, oké? Ik doe dat met veel plezier. Hey. Maarten, alles goed met jou? Ah, jij komt met een live zeggen bij Helga. Ze zijn nu bij u. Zet jij een transgender? Ik ga het nog één keer uitleggen, mensen. Ik heb tieten, ik heb een flamoef, of hoe zeg je dat? Een flamoes, en ik heb twee kinderen op de wereld gezet. Wat ben ik dan? Begint dan nu even allemaal op te zoeken. Wat ben ik dan? Dans met mij de tango. Doe maar, kun je blokken? De man dus. Amai, je bent wel heel slim. Oh jong. Ja, heel slim. Ja, ik zit even bij Sil in de woonkamer. Live aan het gaan. Hier, dingen. YouTube dingen. Je kunt niet schrijven. Transgender. Spreken ze Duits? 174. Wat, hé, hey, wat zit ik bekijk hoeveel kijkers dat ik heb? Hoeveel? 150. Ik zit op 6. 173, 185. Wat is er een probleem? Maar ik moet even delen. Ja, wat hebben we met 200? Hoeveel zit een bij het konijn? Moet ik kijken? Er zit een met konijn, dat kan ik niet zien. Kom ik even bij in de live. Hallo. 24. Hoeveel? 27. Ik heb je tattoo nog niet mogen zien. Heb jij met een tattoo gefilmd? Deze week dan bij de marathonradio gehoord, dus ik denk dat hij helemaal. Mocht hè? Ik ben even hier zetten, dan zijn wij met twee. Doe het dan maar even naar omhoog. Ik zal met dingen van de stoppen. Gypsy Rose met kijk. Zie je dat allemaal? Ja, oké. Oké, jongen. Ik sta daar op de live. Ik sta met mijn handen voor mijn vrienden. Oeh, man. Dat is ook muziek. Ik zeg het ook te laat, ik zeg oh. Oh, oh. Dan wordt dat weer mijn bonaar. Welkom in life. Kun je live van Big bij mij, oei. Ik heb nog dan schoenen van. Rutjes van Team Vos.
boos daar. Dat ben ik. Die in het geel. Dat is de gele. Met Pikachu. Die gele Pikachu. Welke provincie woont ze? Dat ga ik niet vertellen, hè, mensen. Provincie? In het midden. Hele gauw. In het midden van het land. Bolster is mijn TikTok show. Sabine, zit jij nog bij Bossa in live? Of zit jij al bij mij in live gekomen? Is dat meneer Brokkenpap? Ja, dat is meneer Brokkenpap. Hoe lang was het live? Dank je voor de volgende. Voor mensen 1 uur en 20 minuten. Voor mij een paar uur. Ze was bijna de meest opgegeven. Ik heb het ontzettend ontgegeven. Echt waar. Niks tegen die gasten in een Sabaton t-shirt. Ik ben zelf Sabaton fan. Oké. Geen probleem. Nice. Als je één superkracht mocht kiezen, wat kies je? Wat kies je? Vliegen. Ik wil gewoon vliegen. Ik hoor het niet, dat klopt niet. Maar de volgende keer als ik die wedstrijd win, ga jij mij mee de ballon in. Hey, je moet me niet skippen, vrijer. Ik ben zeker een vast uur vrijer. Oké dan. Wie zijn de andere mensen? Dat is Stijn Dekkers en zijn zoon. Adopteer Bolstar. Ik heb adopteer op Bolstar. Weet je wat er gebeurd? Help me. Nee, die ken ik niet. Ja, is een beetje merci dat je ergens in live blijft zitten. Waar zit die 200 man van? Juist. Wat doe je als je een gift krijgt? Ja, een muis, hè? Dat kan nog niet. Morgen maken we Bolstar spaghetti. Ja. En zie maar dat het allemaal zijn in de live. Morgen om 12 uur. Het is één kans in je leven, hè? Nee, die gebruik je voor muziek. Dank je super, Sama. Live zal ook. En die anderen zijn video's. We hebben deze video's op. Maar hier ben je een set. Kijk. Kijk, dat is een koptelefoon, dat is een gamekoptelefoon dat je gebruikt voor muziek. En dat is een ventilator, dat zijn een dingen. Dat zijn een PlayStation 5. Er is 6 of 7. Dat kan je aansluiten. Het is wel heel goed. Het is de kleur en dingen. En iedereen denkt dat het voor mij. Dat is een PlayStation 5. Ik ben bi, ja. Zeg, wat is dat allemaal man in mijn lijf? Zeg, je trans. Ja, ik ben een transformer. Ik kan transformeren. Van Otto naar mens? Oké, dat toch ook zo. Ja, ik heb een lief. Kan je een SO doen naar Jorrit? Dag Jorrit. Welkom in de live. Ik heb een vrouw, een vriendin. Is dat wel paradijs? Jorik, je kelder met je kleine kindjes, die zitten in de paardenstal al omhoog gesloten. Papa? Wie is die? Ja. Is dat een afval? Dat is iemand... Nee. Ja, haar vinger. Maar dat gekregen is. Want dit... Haar vinger is haar is een buurvrouw, maar Enzo. Ja, en dat is... 153, kan het nu? Ja, dat moet. Heeft jouw lief TikTok? Nee. Nee, mijn lief zit thuis. Hey Casey. Hallo. Zijn jullie een koppel? Nee. Waar is Casey? Ben je de man of zij? Ah, hij is wel populair. Denk jij echt dat dat zo in elkaar zit? Mm. Is het gedaan met je vriend? Ja. Ja, waar is hij hier? Al een hele tijd trouwens. Bolstar spaghetti is morgen. Wordt morgen gemaakt. Wat is die Bolstar spaghetti? Hier is hem, hè? Ja, ja. Er 37 mensen. Zo kunnen jullie blijven. Ja, dat is een boppel, dat weet ik niet. Oei, wat is dat voor een taal, ja? Petrootje. Weet je wat jij allemaal op je bent? Met ons alles goed. De toeties zijn ook. Ja, nu zitten ze bestild. Zitten ja, ze doodies live? Ja, die zitten. Kijk. Zij K3 van. Nee, stil is K3 van. Pas op, het is wel minderjarig. Wie is minderjarig? Is stil minderjarig?